Hallo creatievelingen, welkom weer bij een nieuwe DIY video. Vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf tie-dye t-shirts kan maken. Ik heb zelf de handwasverf van de Action gebruikt en die hebben een superleuk effect nagelaten op mijn kleding. En als allereerste, wat heb je nodig? Ik heb kleding waar minstens 90-95% katoen in zit en die ga ik dan opdraaien. Voor mijn eigen t-shirt ga ik dubbel vouwen. Deze manier, want ik wil een dubbelspiraal hebben. Pak hem hier vast. En dan ga ik hem langzaamaan ronddraaien. Zo krijg ik een spiraal. Ik gebruik dan ook grote elastieken om het vast te binden. En natuurlijk verder te gaan. Je kunt eigenlijk alles ervoor gebruiken wat van katoen gemaakt is. Dat werkt het beste. Ik bind hem gewoon eromheen dan. In meerdere kwarten, zo kan ik ook makkelijk verven, om het zo maar te zeggen. Ik heb ook wat meer dingen gekocht en uit mijn kledingkast gepakt die ik wil verven. Gewoon om jullie te laten zien en te laten testen. Dus dit is mijn eerste t-shirt. Nou, ik ga ook wat kussenhoezen draaien, opdraaien. En wat leuke effecten aan geven. Deze draai ik gewoon in het midden. En de randen hiervan, er zat wat ijzerdraad in, waardoor het wat moeilijker was om het goed rond te draaien. Maar met een beetje wringen ging het op een gegeven moment wel. Het was gewoon even goed vasthouden. Nou, het mooiste effect krijg je hiermee op wit, zoals ik al eerder misschien gezegd heb. Dus witte katoen. Dat zal ik jullie ook even onder in de beschrijving opschrijven. En de elastieken werken gewoon heel goed om het vast te binden. Mijn tweede kussensloop ga ik zo gestreept. Dus ik trek het zo van één kant naar de andere kant toe. En dan knoop ik er verschillende elastieken omheen. En dan krijg je meer een gestreept patroon. Je hebt heel veel patronen. En het is ook gewoon leuk om uit te testen. Nou, een hemdje pak ik hier op één punt vast zonder rond te draaien. En die ga ik gewoon dus simpel ronddraaien. En dan krijg je een spiraal ook. Net zoals ik mijn eerste t-shirt gemaakt heb. En dit zijn de basisdingen eigenlijk om mee te beginnen als je wilt tie-dyeën. Nou, ook als je vragen hebt of dingen wilt weten. Kijk, ik heb hier ook bijvoorbeeld een broek. Die ruim ik gewoon op. Ik heb alles onder in de beschrijving zoveel mogelijk geprobeerd neer te zetten van waar ik wat gekocht heb. Wat voor materiaal ik gebruikt heb. Hoe lang ik gewacht heb. Eigenlijk alles heb ik daar geprobeerd neer te zetten. Kijk, en dan gebruik ik gewoon elastieken eromheen. Zodat het niet de verf overal in lekt. Nou, ik gebruik deze ovenschalen. En dat ik er eentje van met water vullen om vooraf mijn kleding nat te drenken. En ik pak een tweede, doe ik even een rek overheen leggen. Dat ik niet alles onderlek. En ik heb natuurlijk iets op mijn vloer gelegd om mijn vloer te beschermen. Als allereerste maak ik al mijn kleding zo nat en dan knijp ik het weer uit. Zodat het een beetje vochtig is en dan, dat helpt omdat de verf mooier er doorheen gaat. En natuurlijk heb ik handschoenen aan. Dan wordt het tijd om onze verf te gaan mixen. Ik heb wat warm water in een spuitflesje gepakt van een oude tie-dye kit die ik nog had. En ik gebruik dus de textielverf, de textielkleur, bakjes van de Action. Giet erbij. Ik heb ook wat zout erbij gedaan, want het helpt dat de kleur wat heftiger wordt. En ook hoe langer het ligt, hoe heftiger de kleur wordt. Ik heb deze partij ervoor gekozen om het heel snel uit te wassen, zodat het wat lichter van kleur wordt. Maar hoe langer je het zit, hoe heftiger het wordt. En natuurlijk dopje erop. Zorg dat het dopje goed erop zit en dan langzaamaan goed schudden tot alles opgelost is. Dan gaan we beginnen. Ik heb mijn t-shirt dus met elastieken in parten verdeeld. En dan ga ik proberen ieder part in te kleuren. En zoals je ziet, ik doe elke keer een klein beetje verf erop, niet te veel. En dan draai ik hem om dat ik dezelfde kant, aan de andere kant hetzelfde ga doen. Dus niet te veel. Gewoon dat het goed doordrenkt is. Dan pak ik een ziplock zakje en daar gaat de kleding in. Nou, je kunt het binnen een uur in principe al uitspoelen. Dat heb ik bij deze partij wel gedaan. Maar als je het 24 uur laat zetten, wordt de kleur veel sterker en heftiger. Kijk, en de elastiekjes zoals je ziet zijn dus heel fijn om de kleuren te verdelen. Dit is volgens mij mijn eerste kussensloop. Die heb ik dus ook van tevoren nat gemaakt. En de kleuren die ik zelf gebruikt heb is blauw, turquoise en roze. En dan heb ik ook nog op een gegeven moment wat blauw en wat roze door elkaar heen gemixt om paars te krijgen. En zo ga je in principe verven.
tot je tevreden bent. Kijk, ik heb hier ook wat lichter groen gemaakt. En hier laat ik ook een gedeelte wit bij. Daar krijg je net een ander effect mee. En het is ook gewoon leuk om het uit te proberen. Je hebt heel veel soorten textielverf. Ik weet dat je van die pakketten wel eens hebt. Waarmee je dit kan doen. Maar dit is gewoon de goedkope pakjes verf van de Action. De textielverf. Nou, en na ongeveer een uurtje of twee te gewacht te hebben, ga ik het uitspoelen. Dus ik laat nog eerst de elastiekje zitten. En dan knijp ik mijn hand zoveel mogelijk verf eruit. En dan trek ik zo meteen de elastiekjes eraf. Gewoon goed uitspoelen. Ik gebruik hier gewoon koud water voor. En als ik straks alles uitgespoeld heb, ga ik het gewoon op de wasmachine wassen. Wel apart wassen, op een handwas. En daarna laat ik alles drogen. Ik heb daarna mijn wasmachine ook nog een keertje leeg laten draaien voordat ik blauwe handdoek had. Kijk, en omdat ik de pastelkleuren waarop ik ze snel uitgespoeld heb, dus hele lichte kleuren gekregen. Maar had ik dus 24 uur gewacht. Dan had ik dus een hele heftige tie-dye t-shirt gekregen. En dan gaan we hem dus loshalen. En dit is dus de broek. Kijk, die heeft een heel grappig effect gekregen met die strepen aan de zijkant. Een lekkere pyjama broek voor Jake. En ik vind het wel leuk gelukt. Tot nu toe. Nou kijk, dat is mijn eerste broek. Kijk, die is dus echt gestreept. Dat noemen ze volgens mij een tijgerstreep, als ik het goed heb. Dus het is een manier van de ene kant naar de andere kant opkreukelen. En dan naar de volgende. Goed uitspoelen. En zoals je ziet, er komt genoeg verf vanaf. En dat was er nog veel meer verf vanaf gekomen. En dan halen we de elastiekjes er weer af. En dan kunnen we hem weer eraf trekken. Ik vind tie-dye t-shirts echt leuk om te maken. Ik heb het al heel vaak gedaan. En ik vind het ook een heel grappig effect geven. Dus je kunt echt leuke dingen maken. Nou, ik heb van alles tot nu toe al gezien wat je ermee gedaan. Ik heb zelfs gezien dat ze hartjes ermee maakten op t-shirts. Doodskoppen. Ja, er is gewoon zoveel mee mogelijk. En dan met die textielverf van de Action is het niet duur om te proberen. Het is gewoon ja, leuk iets om te doen. Ik moet alleen even wachten tot alles goed gedroogd is en ingetrokken is. En dit was mijn t-shirt met mijn dubbele spiraal. Kijk, dus de achterkant is wat lichter van geworden als de voorkant, maar dat is niet erg. Ik wou dus dat het dubbel gekleurd was. Kijk, als je ziet, is het patroon zich verdubbeld. En het is echt pastel geworden tijdens het wassen, maar ik vind het juist heel erg leuk geworden. Ik hou van dat gevervaagde tie-dye. Die zul je op het einde ook zien, de t-shirt. En hoe je hem straks in het filmpje ziet, heb ik hem al een paar keer gedragen en ook een paar keer gewassen. Dus hij is lekker van kleur teruggekomen. En hier is dus het eindresultaat. Het hemdje. En ook mijn t-shirt is lekker vervaagd geworden. Ik ben super blij met het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het zelf ook een keer gaan proberen, want het is gewoon heel leuk om te doen. Ik moet het wel nog even strijken, maar ja, dat moet nog helemaal gebeuren. Vergeet je niet om je te abonneren. Kijk ook even bij mijn andere video's. Ik wens jullie een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique!